Hoi allemaal, mijn naam is Linde en welkom bij de training Social Media Monsters. Deze videoreeks hebben wij speciaal voor iedereen opgezet die een kinky pagina heeft of wil beginnen voor je eigen salon en daar nog wat moeite mee heeft. We hebben 3 video's. De eerste gaat over social media, gaan we daar wat dieper op in. De tweede gaat over het creëren van content. En de derde is tips en tricks van Leroy. En onder andere hoe je ook gefeatured kan worden op de Kinky Kappers Instagram. In deze video gaan we even langs alle basics van Instagram. De meeste hiervan gelden ook wel voor TikTok, maar we focussen ons voornamelijk op Instagram. Ben jij nog al helemaal bekend met alle features van Instagram? Skip deze video en ga dan meteen naar video 2. Waarom social media? Ja, je kan het eigenlijk als een hele makkelijke tool gebruiken om te connecten met je klanten, fans, volgers. Je kan natuurlijk meer dingen naar je salon toetrekken wat je zelf natuurlijk heel leuk vindt. Zou je bijvoorbeeld wat meer klanten willen met afrohaar of krul? Post dan meer daarover en op die manier is het een hele goede tool om meer dingen naar je salon toe te trekken wat je zelf ook graag zou willen. Zoek iemand in je zaak die het ook leuk vindt om met social media te werken. Het vereist natuurlijk wel best wel wat tijd, dus daarom is het wel handig als je natuurlijk ook wel wat interesse in hebt. Het is ook wel handig om een aantal tools in huis te halen, zoals bijvoorbeeld een mooie achtergrond voor een rustige achtergrond, een daglichtlamp of iets van een ringlight en een houder voor je telefoon. Maak het voor de rest qua social media niet te moeilijk voor jezelf, we hoeven niet 10.000 volgers te hebben. Het gaat er gewoon om dat je je klanten bereikt en dat je zaak er mooi uitziet, je Instagram pagina er mooi uitziet. Want ja, iedereen gaat tegenwoordig gewoon kijken op social media. En hoe onderscheid jij je nou van al die andere kappers die er ook zijn? Laat je niet gek maken, want de regels van het algoritme en alles veranderen continu. Dus doe gewoon je best en post wat je leuk vindt. En er komen vanzelf klanten naar jou toe. We gaan nu naar het volgende onderdeel. Laten we lekker beginnen. Dan gaan we het nu hebben over de Instagram 101. We gaan samen even door de app lopen en alle features even bekijken. Hoe je deze best kan gebruiken. En ja, gaan we beginnen. We openen natuurlijk de Instagram app en dan komen we op de feed uit. Dit is waar je alle stories ziet van alle mensen die je volgt. En andere posts ziet van mensen die zij zelf hebben gemaakt en gepost. En rechts daarvan zie je dan het loopje. En dat loopje kan je mensen opzoeken. En dan zie je ook andere foto's of video's die je misschien leuk zou vinden en zou willen bekijken. Die kiest Instagram dan zelf uit, gebaseerd op wat jij een beetje ja, meer bekijkt. Dan de rest daarvan heb je dan het plusje. Daarmee kan je dan een video of foto uploaden. Of een verhaal posten, een reel, een live posten. Of je kan iets uit je concept posten wat je al eerder hebt gemaakt. Nou, daar rechts van heb je dan de reelpagina. Dat is waar je alle reels ziet, waar je die kan liken, kan reageren. En ook volgens mij zelf kan posten. Dan rechts daarvan hebben we dan het icoontje van onze eigen Instagram. Daar zie je dan je bio, je foto en je naam. Nou, de bio en hoe je deze het beste kan aanpassen en kan gebruiken, zodat je er zoveel mogelijk uithaalt, gaan we het straks nog meer over hebben. Dan zie je daaronder je professioneel dashboard. Daar kan je alles zien qua wie zijn mijn volgers, hoe oud zijn mijn volgers, waar bevinden zij zich, op welke dagen zijn zij het meest actief, etc. Heel handig om bij te houden om een beetje een idee te krijgen van ja, wie zijn nou eigenlijk mijn volgers. Nou, daaronder kan je natuurlijk je profiel bewerken en je profiel delen. En ja, de highlight stories. Dit kan je gebruiken om stories die je hebt gepost langer vast te houden. Denk bijvoorbeeld aan een story met, of een highlight met alleen maar kapsels die je geknipt hebt. Een highlight met behind the scenes of grappige video's van collega's of als jullie leuke uitjes hebben gehad, etc. En daaronder zie je natuurlijk je feed. Kan je nog naar rechts swipen, kan je alle reels zien die je hebt gepost. En als je helemaal naar rechts swipt, zie je alle getagde foto's van misschien klanten die heel blij zijn met hun haar en die jou getagd hebben. Dan heb je rechtsbovenin nog die 3 streepjes. Als je daarop klikt, krijg je nog wat extra opties. We gaan er even een paar doornemen die alleen belangrijk zijn voor ons. Nou, dan heb je de instellingen. Als je daarop klikt en je gaat onderin naar account, dan zie je helemaal onderaan staan overschakelen op ander accounttype.
Wij raden aan om daar een maker/creator-account voor te kiezen. Want dan heb je ook meer keuze uit muziek voor Reels. En anders heb je ook geen professioneel dashboard-account. Dus dat is een handige tip. Nou, dan gaan we even weer terug naar het scherpje. Ja, dan wat ook nog belangrijk is dan de geplande inhoud. Hier kan je post alvast van tevoren plannen. En dat maakt het wat makkelijker voor jezelf om vooruit te werken. Nou, dan heb je nog het archief. Dat is waarbij als je een foto op je feed niet meer wil, maar je wilt hem ook niet helemaal verwijderen en wel de comments bewaren, dan kan je hem archiveren. Dan kan je ze terugvinden in het archief. En als je hem dan weer terug wil hebben op je account, kan je hem weer terugzetten met alle originele likes en reacties. En dan heb je nog de statistieken. Hier kan je bijhouden wat je ook op je professioneel dashboard wil bijhouden. En dat zijn eigenlijk alle belangrijke dingen die je hier nodig hebt. Dan gaan we nu nog heel even wat dieper in op het professioneel dashboard. Als we daarop klikken, dan zie je eigenlijk een aantal dingen. Je ziet op welke dagen het meest actief zijn. En we kunnen nog wat extra dingen bekijken. Als je klikt op bijvoorbeeld alles weergeven, dan zie je nog wat extra dingen. Nou, dan zie je bijvoorbeeld de bereikte accounts. Als je daarop klikt, dan zie je eigenlijk alle accounts die jou volgen. Populaire plaatsen waar zij bijvoorbeeld zijn. Dan zie je een beetje van, hè, waar zit mijn doelgroep? Maar ook populaire landen. Hè, ben ik alleen in Nederland zichtbaar, maar of ook in andere landen? Populaire leeftijdscategorieën. En ook het geslacht, volgen meer vrouwen of mannen mij? Je kan ook kijken van, wat heeft het meeste inhoud? Zijn dat reels? Zijn dat berichten? Als we even teruggaan en we klikken op inhoud die je hebt gedeeld, alles weergeven. Dan komen we bij alle inhoud die wij ooit hebben gedeeld. Dan kan je zo meteen ga ik wat filters instellen. En dan kan je heel makkelijk zien welke posts doen het nou het beste. Nou, dan klikken we op eventjes de afgelopen 2 jaar. En dan die even laden. Ja, en dan zien we hier alle bereikte accounts. Nou, dan zie je bijvoorbeeld dat de video helemaal linksbovenin het beste daar heeft gedaan. En dat sowieso eigenlijk alle video's bij ons account het beste doen. Dit is heel makkelijk om voor jezelf te bepalen van wat vinden mijn volgers nou echt tof. En dan kan je hier wat meer op inspelen. Want ja, als die posts het beste werken, dan kan je die natuurlijk het beste ook meer posten. Dan gaan we het ook nog even hebben over de advertentietools. Dit is een tool die je kan gebruiken bij Instagram om voor een klein bedrag een grote impact te maken door je video of foto te boosten. Zodat mensen dit te zien krijgen op hun Instagram, ondanks dat ze jou niet volgen. Dit is een erg leuke tool om gebruik te maken om toch nog wat meer zichtbaarheid te krijgen. Je klikt daarop, advertentietools. En hier kan je dan of een foto of video die je al gepost hebt, kan je dan promoten of je kan hier een nieuwe post in maken. Je kan zelf dan het bedrag kiezen en de looptijd. En dan geeft Instagram ook aan hoeveel bereik dat dan ongeveer gaat hebben. En na die bepaalde looptijd stopt het dan automatisch. En dan kan je ook heel goed in deze app of in dit gedeelte beheren wat de impact nou is geweest en hoeveel volgers en bereik je er nou eigenlijk van gekregen hebt. En dan hebben we nog de bio. Deze kan je gebruiken om wat kleine informatie neer te zetten voor je klant. Wat makkelijk is om gewoon eventjes Kinky Kappers en dan je filiaal te vernoemen, zodat je klant / volgers weten waar je je begeeft. En je kan eventueel ook nog een telefoonnummer in je bio neerzetten. Nou, dan kan je ook nog kiezen voor een link. Nou, dan kan je natuurlijk de link van de Kinky booking site toevoegen, maar je kan ook een linktree toevoegen. Als je meerdere links zou willen toevoegen. Hier later gaan we nog wat dieper hierop in. Laten we samen eens kijken hoe het eruit ziet als we een bericht gaan maken. Nou, dan krijg je hier een nieuw bericht. Nou, dan kan je eventueel de foto kiezen die je natuurlijk wil. Dan zijn er meerdere opties. Je kan één foto kiezen of je kan het maken van een carousel kiezen. Dan klik je op deze feature en dan kan je meerdere foto's selecteren. Het getalletje geeft aan welke foto je als eerste ziet. Dus de 1 zie je als eerste, dan de 2, dan de 3, etc. Op deze manier kun je meerdere foto's in één post maken. En dan kunnen mensen swipen en alle foto's bekijken. Nou, als je dan toch graag maar één foto wil, dan klik je dat weer uit. En dan kies je er gewoon 1. Nou, je kan natuurlijk ook nog klikken op het cameraatje rechts. Dat is als je een foto wil maken hierin. En als je niet al een foto van tevoren hebt gemaakt, dat is ook nog een optie.
En dan klikken we op volgende. Nou, dan heb je natuurlijk een paar opties om bijvoorbeeld te bewerken. Nou, je kan er natuurlijk voor kiezen om in de Instagram app zelf een filter toe te voegen. Of in een van de apps die wij straks als tips aan jullie gaan geven. Nou, dan heb je de standaard filters. Die zie je hier linksonder. Daar kiezen wij, daar zou ik zelf niet zo snel voor kiezen. Je kan wel natuurlijk nog klikken op bewerken. En dan heb je wat meer, ja, keuze uit echt om specifieke dingen te bewerken. Nou, dan kun je op volgende klikken. En dan zijn er eigenlijk meerdere opties. Je kan een persoon taggen. Dus stel iemand heeft meegewerkt aan deze foto. Of je wilt bijvoorbeeld de medewerker taggen die deze klant heeft geknipt of gekleurd. Dan is dat een optie. Je kan er natuurlijk ook gebruik van maken om de merken die je gebruikt hebt te taggen. Op die manier kunnen hun jou misschien delen. En dat zorgt ook weer voor meer views. Nou, dus je kan ook nog een locatie toevoegen. Waar bijvoorbeeld je zaak, waar je werkt, waar het is gecreëerd. En je kan tegenwoordig ook bij je fotomuziek toevoegen. Dat is ook een heel leuke nieuwe optie. Niet alleen maar video's, maar ook foto's kunnen tegenwoordig een leuk muziekje eronder hebben. Nou, dan heb je nog de knop promoten. Hier kan je natuurlijk voor kiezen als je deze post ook nog eens wilt promoten. En je kan kiezen als je meerdere accounts hebt of je hem op dit account alleen wil posten of meerdere accounts tegelijkertijd. Nou, dan hebben we nog de caption. Nou, je kan er natuurlijk voor kiezen, ga ik dit in het Nederlands of in het Engels doen? Dat ligt er een beetje aan wat jouw doelgroep is. Heb je ook best wel misschien veel internationale klanten of veel expats die om jou heen wonen? En wil je die ook graag aanspreken, dan kan je het natuurlijk lekker in het Engels doen. Maar het kan ook gewoon in het Nederlands. Dat is helemaal aan jou zelf wat jij prettig vindt. Nou, zet er een leuke tekst bij wat jij passend vindt bij deze foto. En wat ook altijd een hele goede tip is om aan het einde af te sluiten met iets van een vraag. Op deze manier breng je meer engagement naar boven. Ga je volgens misschien reageren op deze vraag. En krijg je dus meer reacties. Hoe meer reacties en likes je op een foto krijgt, hoe meer deze post ook gepusht zal worden door Instagram. Dus daarom is het altijd fijn om af te sluiten met iets van een vraag. Van bijvoorbeeld, wat vinden jullie ervan? Of wat hadden jullie misschien gedaan als je het meer aan kappers wil laten aanspreken? Etc. Er zijn heel veel opties en dat is een leuke tip. Nou, wat ook belangrijk is, zijn natuurlijk de hashtags. Dit is iets waar mensen natuurlijk op kunnen zoeken. En waardoor jouw post meer naar voren kan komen. Maar het is wel belangrijk dat je bijvoorbeeld relevante hashtags kiest aan je foto. Of in ieder geval met het kappersvak. Het is altijd sowieso leuk om hashtag kinkykappers te doen. Misschien hashtag kinky en dan je eigen zaak erachter. Dat je een eigen hashtag start. En alle merken natuurlijk. Bijvoorbeeld hashtag L'Oreal Pro. Hashtag Redken, etc. De merken die je hebt gebruikt. De productlijnen die je hebt gebruikt. Misschien heb je een balayage gedaan. Doe je hashtag balayage. Zo zijn er heel veel opties. Probeer er gewoon lekker zoveel mogelijk te doen. Mocht je het nou lelijk vinden om deze in je caption te posten. Wat ik meestal zelf doe is ik doe hem als comment eronder. Zodat hij niet zo lelijk in je caption staat. Dus dat is nog een leuke tip. Hier staan nog even wat tips met onze hashtags die wij het meest belangrijk vinden. En die je misschien ook kan gebruiken voor je eigen post. Gaan we ook nog even doornemen hoe je nou een hoe het maken van een reel eruit ziet. Nou, dan klikken we weer op het plusje. Dan gaan we naar reel. Nou, dan zie je dat er wat andere opties zijn dan bij het maken van een bericht. Je kan de audio toevoegen, de effecten, de lengte, de snelheid van de video, etc. Dus er zijn een aantal opties wat je daar kan doen. Je kan onder andere wat filters toevoegen, maar meer hierover in de volgende video. Dan gaan we nu even kijken naar de DM's. Dit zijn de direct messages. Op deze manier kan je met je volgers natuurlijk berichten sturen. Nou, eigenlijk zie je bovenin een nieuwe feature. Daar kunnen we gewoon even naar skippen. Dat is een soort update voor foto's. Nou, dan zie je eigenlijk hier alle primaire DM's. En je hebt ook nog algemeen. Ze kunnen in allebei tevoorschijn komen, maar je kan ze zelf ook ordenen. Dus je kan zelf bijvoorbeeld naar links swipen en zeggen van oké, alle DM's die ik nog wil beantwoorden, zet ik allemaal naar algemeen. En alles die ik heb beantwoord, zet ik bijvoorbeeld op primair. Nou, dan heb je ook nog de berichtverzoeken. Hier komen eigenlijk alle verzoeken binnen van accounts die jij misschien niet volgt. Dus heel belangrijk om deze ook goed in de gaten te houden, want klanten die jij misschien zelf niet volgt, kunnen hier wel met vragen terecht in komen. Nou, je kan dan door klikken van verplaats deze naar algemeen of primair. En bedenk ook even voor jezelf, wat wil ik allemaal per DM bespreken met klanten?
Ik zou bijvoorbeeld zelf aanraden om prijsafspraken en dat soort dingen gewoon door te verwijzen door even te zeggen, hè, misschien kan je ons de zaak telefonisch bereiken, dan beantwoorden we graag jouw vragen, of misschien kan je even wat langskomen in onze winkel, om dat echt daarbij te houden. Je kan natuurlijk wel bijvoorbeeld misschien advies geven of bepaalde vragen beantwoorden via de DM, dat een klant jou misschien een foto van hun haar kunnen sturen, zodat jij kan kijken wat voor afspraak geschikt is. Nou, dit waren alle features van Instagram even in een vogelvlucht doorgenomen. Wil je nou echt weten hoe je de content creëert? Kijk dan naar de volgende video.